Filmpje 4. We kijken nu naar het scherm keuzemogelijkheden van het online inschrijfsysteem voor muziekexamens, blazers en slagwerk van Kunstbalie. Ook hier kijkt u weer naar een navigatiekolom links. In het middengedeelte kijkt u naar de diverse keuzeknoppen die hier staan. De eerste knop is aanmelden nieuwe kandidaten. Dat gaan we dadelijk gebruiken. U kijkt hier naar de knop historie, waarbij u kunt kijken van wat uw historie aangeeft. Het is een lijst van op dit moment lopende, maar ook reeds betaalde inschrijvingen. En inschrijvingen waarvan de betaling is mislukt. Ook kunt u bij deze knop historie een bewijs van betaling downloaden. De derde knop is een beveiligde knop. Die geeft toegang tot de uitslagen van de theorie-examens. En tenslotte staat hier nog een knop accountgegevens wijzigen. Dus mocht u denken van nou, dat wachtwoord, dat wil ik gewoon aanpassen. Ik wil mijn eigen wachtwoord bijvoorbeeld maken. Dan kan dat. En het is ook belangrijk wanneer adresgegevens, telefoonnummers en dergelijke gewijzigd dienen te worden. Dan kunt u dat hier doen. We gaan de knop aanmelding nieuwe kandidaten nu activeren. Dit is het inschrijfformulier. Dat lijkt een klein beetje op wat u gewend was. Maar mogelijk dat het wat ingewikkelder eruit ziet. We gaan het even bekijken, want dit is natuurlijk een belangrijk formulier. Let op. Bij combinatie-inschrijvingen theorie- en praktijkexamens, de zogenaamde combi-examens, is het een voorwaarde dat u start met de inschrijving van het theorie-examen voor de betreffende kandidaat. Dat is logisch, want ook in tijdsvolgorde wordt er gestart met een theorie-examen, pas daarna een praktijkexamen. En op dat moment ontvangt u ook een korting, de zogenaamde combi-korting. Dat kan ik u dadelijk laten zien. Hier staat het testaccount Kunstbalie, wat ik aangemaakt heb. Dit is de naam en het e-mailadres. Het zijn allemaal gegevens uit, uit het account. Titel van het scherm is inschrijfformulier. Let op. Dit is overigens het gedeelte van de pagina waar alle meldingen zichtbaar worden. Dus mocht er wat in de aanmelding fout gaan, dan zal altijd hier in dit gedeelte van het scherm een errormelding komen met een uitleg wat er moet gebeuren. In dit geval, let op, wanneer u uw inschrijvingshandeling stopt, dient u altijd de uitlogfunctie te gebruiken in de bruine balk bovenaan dit scherm. Hier staat het. Het rode kruisje. Dat is belangrijk. Het venster sluiten van uw browser is geen correcte uitloghandeling en zorgt ervoor dat u vanaf dat moment 30 minuten niet meer in het systeem kunt inloggen. Dus met andere woorden, wanneer u dit rode bolletje gebruikt om het scherm te sluiten, in plaats van de correcte route via uitloggen, het kruisje, dan loopt de inschrijfsessie nog in de achtergrond en die duurt 30 minuten en dan kunt u 30 minuten lang niet meer op deze pagina terug. Op het moment dat u gewoon uitloggen gebruikt, is er geen enkel probleem en kunt u gewoon uitloggen, eventueel een kopje koffie drinken, naar het toilet gaan, voor mijn part een boodschap gaan doen, weer inloggen
En u kijkt gewoon waar u op dat moment gebleven bent, want mogelijk hebt u dan al 1 of 2 of 3 kandidaten ingeschreven. Nu staat er nog niets, want hieronder is de lijst met de kandidaten. Die is nog leeg, dus we gaan nu een kandidaat inschrijven. We klikken in het eerste veld van stap 1. Dus het hele systeem is opgebouwd uit stappen, zoals ik eerder ook al verteld heb. En uiteraard moeten alle stappen doorlopen worden. Er zijn ook stappen bij die alleen maar een bewaarknop hebben, maar die zijn minstens zo belangrijk, omdat wanneer u een dergelijke stap overslaat, het systeem in een error terechtkomt. Dat is niet de bedoeling. Dus we gaan van stap 1 naar stap 2, naar 3, naar 4, naar 5, etc. Ik begin met stap 1. Piet. Van Gemert. Totaal verzonnen naam. Geboortedag 29/12/2010. Klopt ook allemaal niet natuurlijk, maar dat doet er niet toe. Woonplaats Gemert. De docent Jan van Boekel. Je kiest in stap 2 voor het type examen. Het begint hier met het kunstbalie blazerexamen voorheen CVA, maar dat is een aflopend verhaal, maar dat weet u zelf natuurlijk ook. Dus ik ga eventjes naar een gewoon standaard examen. Dit is het nieuwe, de verplichte module, eigenlijk het modulaire slagwerk. Maar kies gewoon even nu voor HAVA blazers. HAVA blazers, kies nu vervolgens of het een theoriedag is of een praktijkdag. Nou, ik ga eerst theorie doen. En ik klik op bewaar. Het systeem klikt, flitst een beetje. Op het moment dat u op stap 4 geklikt hebt, dan verschijnen hier de theoriedagen die gepland zijn door Kunstbalie. En ik ga op theorie-examen op 12 mei, is mijn bedoeling. Ik zeg bewaar. Vervolgens kies ik in stap 7 het niveau. Nou, ik kies hier het niveau B en ik zeg bewaar. En vervolgens is hier verder niets meer van toepassing. Dat heeft te maken met het feit dat het een theorie-examen is natuurlijk. Want anders had hier een andere keuzemogelijkheid gestaan. Stap 10, bewaar. En ik kies nu hier uit een lijst met examens die beschikbaar zijn. In dit geval is er dat maar 1. En is dat HAVA Blazers Theorie Niveau B. Stap 12 komt te vervallen in deze eventuele opmerking voor deze kandidaat. Niet van toepassing, tikt u in. Maar er zou bijvoorbeeld ook mogelijk kunnen staan van graag in de ochtend, bijvoorbeeld. Stap 14, niet vergeten, klik hier om bovenstaande kandidaat en het type examen toe te voegen aan uw lijst. Kies vervolgens voor stap 1 om een nieuwe kandidaat toe te voegen. Combi voor praktijkexamen, zelfde kandidaat of stap 15 gaan we betalen. Ik klik eerst hier om de kandidaat toe te voegen. Alles staat nu in deze regel. Ik kan de kandidaat verwijderen en gewoon opnieuw beginnen. Ik kan gegevens wijzigen. Nou, als ik dat doe, dan kunnen we hier opnieuw gegevens aanpassen. Nou, dan moet je natuurlijk weer... als ik hier Gemert bijvoorbeeld van maak, handel, noem maar wat. Dan moet er uiteindelijk natuurlijk wel weer geklikt worden op stap 14, en dan zie je dat hier inmiddels handel staat.
We lezen nog even in de rode meldingsbalk. U heeft een kandidaat voor een theorie-examen ingeschreven. Indien u een combi-examen wenst, klikt u nu in de lijst van kandidaten achter de betreffende kandidaat op combi. Dat is deze knop. En schrijft u vervolgens in voor het praktijkexamen. De korting wordt aan het einde, stap 15 betalen, verrekend. Ik druk op combi. Alle gegevens van de kandidaat zijn nu automatisch ingevuld tot en met stap 3. Want hier is nu automatisch gekozen voor de praktijkdag. U hoeft dus al die andere gegevens niet opnieuw in te tikken. Maar natuurlijk wel stap 5. Stap 4 bewaren, dat kan natuurlijk nooit kwaad. Dan, ik kies een datum. En dat is altijd een datum later als het theorie-examen, dus dit kan niet fout gaan. Kies hier 16-6, ik zeg bewaar. Ik kies hier nu vervolgens het niveau. Dat was niveau B. Ik zeg bewaar. Ik kies hier nu vervolgens het instrument. Nou, bugel. En ik zeg bewaar. Vervolgens kies ik het examen. Is het een gewoon examen of is het een herexamen? Het is een gewoon examen. Wat wil ik er graag bij hebben? Een cd-speler. Eventuele opmerkingen. Niet van toepassing in dit geval. En ik bevestig alles met stap 14. En het examen is opgenomen in de lijst. Korting is hier inmiddels zichtbaar. €7,50, €7,50. We scrollen even naar beneden. En we zien hier dat in totaal er twee examens staan genoteerd in de lijst. Het totaal aantal kandidaten, je ziet het systeem, is 1, want het is immers dezelfde naam. Daardoor is die korting ook berekend. €15 op een totaal van 60, wat het normaal geweest zou zijn. Want het betekent dat dit al inclusief de korting is natuurlijk, die is er al vanaf gehaald. Totaal betalen is €45. Eventuele opmerkingen betreffende alle kandidaten. Hè. Dus mocht u 10 kandidaten hier hebben staan en ze moeten allemaal op de ochtend, ik noem maar wat, dan kunt u hier allerlei opmerkingen neerzetten die relevant zijn voor de organisatie. Is de lijst compleet? Sluit af met stap 15. Maar voordat u dat doet, moet u akkoord gaan met de algemene voorwaarden. Dat doet u. Klikt u aan. Wanneer u zegt, ja, maar wat zijn die algemene voorwaarden, kunt u ze hier downloaden. Stap 15, ga naar betalen. U kunt eerst nog even op dat i'tje klikken. En daar staat, indien u niet zelf de betaling verzorgt, kunt u zonder problemen uitloggen. De lijst blijft dan gewoon staan. Degene die wel de betaling verzorgt, bijvoorbeeld de penningmeester, kan vervolgens op een later tijdstip met uw gegevens inloggen en de inschrijving en betaling afronden. Een bevestiging gaat altijd naar de accounthouder. En die kan eventueel diezelfde bevestiging weer doorsturen via e-mail naar de penningmeester. Ik ga naar betalen. U heeft gekozen om via iDeal te betalen. Het systeem werkt op dit moment zo dat de kandidaten zijn ingeschreven op het moment dat er betaald is. Niet betaald is er ook niet ingeschreven. Controleer hieronder de gegevens. Kies uw bank. Hier staan nog alle zaken stapsgewijs uitgelegd. En dit kan vervolgens eigenlijk niet meer misgaan. Einde filmpje.